Als het aan de gemeente ligt, gaat de Korsbreijerschool nog dit jaar tegen de vlakte. Het schoolgebouw aan de Papenlaan, dat al enkele maanden leeg staat, moet plaatsmaken voor de langverwachte brede school. De school moet snel gesloopt worden omdat de gemeente vaart wil maken met het bouwen van het andere schoolgebouw. De brede school Korsbreijer moet in de lente van 2013 worden opgeleverd en gaat onderdak bieden aan een basisschool, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een sportvoorziening.